Dit is Radio Zeeuws Vlaanderen. Ja, goeiedag dames en heren. Dit is weer een nieuwe aflevering van het programma Larikoek. Het programma op je radio waar je kan lachen, gieren en brillen. Oh, wat moet ik lachen? Luc is er niet. Mijn naam is Jaap Konijt en ik breng cabaret, sketches en liedjes van vroeger en nu. Ha, Brigitte. Lang niet gezien. Wat je zegt, veel te lang niet gezien. Leuk dat we weer eens samen zingen. Ik heb hier een tekst bij me, zie je wel? Oh ja, ik zie het. Dank je. Het is iets erotischer dan de vorige keer, vind je toch niet erg? Een lied met jou kan me niet erotisch genoeg zijn. Dank je. Vind je nog steeds dat ik er goed uitzie? Meid, je bent geen spadader veranderd. Dank je. Telkens als we samen smelten, smelt iets meer dan voorheen. Heel alleen ben ik geen, maar ik weet wij zijn met ons weer nummer 1. Wat vind je trouwens? Is wat ik aan heb een beetje geschikt voor dit nummer? Ja, is prachtig. Ja? Ja, mooi. Niet te ordy? Nee, dat gaat nogal, dacht ik. Rokje is misschien een beetje te kort, hè? Nee, rokje is niet te kort, echt niet. Een leuke riem ook. Hoe riem? Welke riem? Nou, dat daar. Dat is geen riem, dat is mijn rokje. Oh, rokje. Telkens als we samen smelten, smelt iets meer dan voorheen. Heel alleen ben ik geen, maar ik weet wij zijn met ons weer nummer 1. We zijn nu bij het derde couplet. Ah. Ik moet opgewonden van je raken. Wat kan ik voor je doen? We beginnen met elkaar diep in de ogen te kijken. Oh nee, dat duurt me te lang. Pardon? Ja, dat weet ik niet. Dat duurt me altijd te lang. Dan word ik chagrijnig en dan word ik ongeduldig. Tukker, stel je niet aan hoor. We beginnen gewoon. Ik lees de zinnen waar B voor staat en jij waar H voor staat, oké? Okay? Ja hoor, lees maar voor. Kijk. Oh. Oh, kijk eens, schat. Ja, ja. Kijk, mijn borsten. Ja, ja. De een nog mooier dan de ander. Ja, ja. Oh. Ja, ja. Ja, waar ben je nou eigenlijk mee bezig? Ja, ja. Ik lees gewoon de tekst. Ja, maar dat staat er toch niet? Ja, ja. Jawel, hier staat ja, ja. De hele bladzijde vol. Laat het zien. Hier, ja, ja. Nee. Het is... Ja. Ja. Ja, ja. Telkens als we samen smelten, smelt iets meer dan voorheen. Heel alleen. Maar ik weet, wij zijn met ons twee nummer 1. Alles goed verder? Jawel, hoezo? Ja, je kijkt zo wit, je eet toch wel goed? Nou, mijn moeder heeft wel een beetje raar gekookt vandaag. Woon je nou nog steeds bij je moeder? Ik heb je al zo vaak gezegd dat je een keer moet verhuizen. Ja, dat wil ik ook wel, maar ik krijg mijn moeder niet mee. Telkens als we samen smelten, smelt iets meer dan voorheen. Heel alleen ben ik geen, maar ik krijg mijn moeder niet mee. Ik had het weer gewoon met Danny de Munk moeten doen, hè? Oh, ja. Christian is Cyrano de Bergerac. Nee, ik vond dat net een gelaagde kaart. Ach, je bent gewoon jaloers. Nou, hoe staat het met je tekst? Wordt het nog wat? Oh, ja, ja, zo. Jawel, ik heb het nou wel door, denk ik. Fijn. Oh, ja, ja, zo. Kijk, hier, hè, hier staat volgens mij... Oh, ja... Ja... Zo... Goed zo! Dat ken ik nog van de boerendansers. Boerendansers? Ja, boerendansers. Ik heb vroeger in Almelo bij de boerendansers gezeten. En daar hadden jullie deze tekst? Daar hadden wij precies dezelfde tekst. Ik ga met mijn meken een hokse toe. Oh ja, ja zo. Maar nu begrijp ik dat we er al die tijd verkeerd hebben gezongen. We hadden natuurlijk moeten zingen. Ik ga met mijn meken een hokse toe. Ah, ja. Ja, zo. Oh, Herman. Ga door. Door neem wie stampot moos met een kumke koffie toe. Oh, ja. Oh god, dat accent, hè? Ja, zo. Oh ja, ja, zo. Ja, ja. Oh. Zo, zo. Ja, oh, ja. Ik hou het niet meer. Hè? Ik ga al. Meen je dat? Ja, ik voel het. Ik ga. En dan ga ik met je mee. Ja? Ja, ik ga met je mee. Vlieg je met me mee? Ja hoor, spulletjes maken.
Over de regenboog. Als je eigen gelaarste kat. Oh, Danny. Oh, moeder. Ik tel al. Ik tel wel mee. 4, 3, 2. Dames en heren, fijn dat je luistert. Dat waren Brigitte Kaandorp en Herman Vinkers met een erotisch duet. En mijn naam is Jaap Konuit. Wat? Ja, Luc Larie, die is er niet. Die moest met spoed naar het ziekenhuis. Want zijn vrouw gaat daar lopen bevallen. Dus neem ik het even van hem over. Wat zeg je? Ik ga mijn best doen om er een hele leuke uitzending van te maken. We krijgen ook nog een gast. En ik zal kijken of ik ook nog een reportage in elkaar kan draaien. Ja. Ik zou zeggen, laten we snel beginnen. En dat is dan met Daniel Arends over de bevalling. Ik had het toen mijn kindje geboren werd. Toen moesten ze echt van de verloskundige praktijk moesten ze echt aan mij vragen. Meneer Arends, liever vanaf de weeën, liever geen grapjes meer. Ik zeg, je weet niet wat je mist, maar goed. En toen zei ze, ja, maar dit bedoelen we nou. Die bevalling, dat is gewoon nogal wat. En we willen dat u dat beseft. We willen niet dat u straks schrikt. En ik dacht, dat schrik, waar heb je het over? Ik bedoel, weet je wel wie de fuck ik ben? Ik ben fucking Daniel Arends, ja? Ik ben van voor het internettijdperk. Ik heb me destijds uit nood nog af moeten trekken op de bevalling op SBS6. Ja, toch? Ik zeg nog, ik hoop dat jullie niet schrikken. Mijn vrouw die wilde dan thuis bevallen. Terwijl het ziekenhuis is toch prima, want daar hebben ze allemaal spullen en zo. Toch zijn ze spullen en mensen die gestudeerd hebben en zo. Terwijl thuis bij mij heb je alleen, snap je, heb je alleen mij en een breinaald. En we kunnen helemaal niks doen, snap je? Maar ja, als je vrouw dat wil, dan moet je als man moet je natuurlijk zeggen van... het is jouw lichaam, bla 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 bla. En voor dat bla 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 raad ik je aan om wel zelf iets te bedenken. Die fout heb ik al gemaakt. En kijk, mijn vrouw is een schat, maar ze is een beetje zweverig, snap je? Ze had ook hele rare redenen om dat allemaal te willen. Ja, thuis heb ik alles bij de hand. Dat je denkt, zoals wat dan? Zoals de badkamer en de keuken en de scalpel en de eendenbek, snap je? Die hangen bij ons allemaal aan zo'n magnetisch messending in de keuken. Voor als we weer eens eendenbek salade eten. En mijn vrouw, die begint dus met bevallen. Moet je vooral doen. En op een gegeven moment moesten we natuurlijk toch naar het ziekenhuis. Want er was dan in het vruchtwater gepoept. En door mijn kind, niet... Nee, geen grapjes meer vanaf de wee. En wij stappen in de taxi en we rijden naar het ziekenhuis. Mooi moment om ook rustig even tegen mijn vrouw gewoon even elkaar aankijken. Zodat ik rustig tegen haar kan zeggen van... Zie je wel? En op een gegeven moment, zij bevalt. Ja, jij weet hoe wonderlijk dat is. Hè? Wat vrouwen daar doen, ook met elkaar. Wat vrouwen daar, vrouwelijke intuïtie, daar begrijpen wij mannen helemaal niks van. Helemaal niks. De wil en de wens van de ander bloot kunnen leggen om op die manier samen verder te komen. Ik weet niet eens wat ik zeg. Mijn bek doet dingen die ik uit mijn hoofd geleerd heb, want ik begrijp het. Ik begrijp het niet. En het is toch echt wel. Ja, ik weet nooit zo goed hoe ik hierover moet vertellen, omdat ik wil niet dat dit een soort pathetisch verhaal wordt. Maar het is indrukwekkend, toch, meneer? Of is dat het niet? Ja. Ja, heeft u gehuild? Nee. Nee. En ben je blij met je hart van steen? Sorry, ik ga weer... nu ga ik hier staan. Ik wou alleen zeggen dat de geboorte van je kind heel veel impact heeft. Dat wou ik alleen even zeggen. Ja, ik was ook helemaal in de war en ik moest even iets ophalen thuis. Ik woon dus tegenover het ziekenhuis, maar ik verdwaalde ook gewoon bijna. En bijna, hè. Want
Godzijdank was mijn vriendin uitgescheurd vanaf de vagina precies tot aan onze voordeur. Dus heb ik via die richel naar huis kunnen waggelen. En ja, nu zit ik dus thuis met dat kind. En niks gaat dus vanzelf. Als je een man bent, niks gaat intuïtief. Bij een vrouw gaat het allemaal intuïtief. Maar wij mannen, wij kunnen helemaal niks. Dus dan hou ik het zo een beetje zo vast. En dan doe ik het nou ook mooier dan het is. Want ik heb hier dan zo de voeten. Laatst ook, jongen, was ik het zo aan het voeren met een lepel. En dan, dat doe ik dan zo onhandig. Had de tegenoverbuurman gewoon de dierenambulance gebeld. Omdat hij dacht dat ik foie gras aan het maken was. Toen ik op de wereld kwam, zei mijn moeder tot haar man. Benny, ik heb de bril niet op, kijk even wie ik heb gebaard. En mijn vader keek naar mij met veel verbazing in zijn blik. Stotterend zei hij, ik geloof aan Empel dat het Vinkers is. Reportage. 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 Ja, goeiedag dames en heren, dit is Jaap Konijt. Ik ben hier even snel naar het Sint Franciscus ziekenhuis gefietst. Want daar ligt de vrouw van Luc Larry te bevallen. Even kijken hoor, hier de kraamsuite, hier moet het zijn. Hallo, goeiedag, ik ben Jaap Konijt van de radio. Ik kom hier even een reportage maken. Hey Luc, alles goed? Ja, de bevalling is in volle gang. Ja? We zijn er bijna, dus kun je even opzij alsjeblieft? Ja, ik ga even een stukje opzij. Ja, ik zie Luc Larry's vrouw hier op het kraambed liggen, met de benen een beetje uit elkaar. En de dokter die kijkt in de diepte, zeg maar. Oké, ja, het hoofdje past er niet helemaal door. We gaan even een knipje zetten. Oh. De dokter die pakt een schaar. Ja, het kan even pijn doen, maar maakt u geen zorgen, het komt helemaal goed. En begint enthousiast in Luc Larry's vrouw te knippen. Ja, heel goed. Ja, Luc trekt ook een beetje wit weg. Nog even volhouden. Dat ziet er niet helemaal lekker uit. Getsie derrie, zeg. Luc Larry is flauw gevallen. Die kon het niet langer meer aanzien. Ja, dit is genoeg hoor. Ja. Nee, laat hem maar even liggen. We zijn bezig. We stoppen met het knippen, want we hebben nu genoeg ruimte. De dokter heeft genoeg ruimte. U mag gaan persen en daarbij goed zuchten. Ja, zuchten. Dan gaan we nu de baby halen. We gaan de baby halen. Mevrouw, rustig blijven. Rustig blijven, mevrouw. Ja, zuchten. Ja, heel goed. U doet het fantastisch. Er kan een beetje ontlasting meekomen. Ontlasting? Wat bedoelt u daarmee? Godverdorie! Ja, het zit helemaal onder de kak. Dat is heel normaal. Godverdorie, het zit in mijn haar. Ik zie het hoofdje al. Dit is smerig. Ja, we pakken nu even de pomp. Zet even de pomp aan. Dokter, pak de pomp. En dan zetten we die op het hoofdje. Op het hoofdje. Dan kunnen we zo de baby uitdrijven. De baby komt eraan. Ja. Het is een meisje. Nou, van harte gefeliciteerd. Dankjewel, dokter. Wilt u de navelstreng doorknippen? Ja, natuurlijk wil ik de navelstreng doorknippen. Hier die schaar, zo. Ja, goed zo. Dan geef ik u even de baby op de arm. Dan gaan wij de moeder dichtnaaien. Ja, ze gaan de moeder dichtnaaien. Ik heb hier de baby. Ze lijkt zo veel op mij. Wacht even hoor. Dat kent toch helemaal niet? Ben jij het? Hoi Jeanette. Je hebt een dochter. Ja, ze gaan je even dichtnaaien. Ja, goed zo. Oké. Dat was weer een geslaagde reportage vanuit het Sint Franciscus ziekenhuis. Fantastisch. Luc Larry is net vader geworden van een dochter. Al weet hij het zelf niet, want hij ligt nog steeds bewusteloos op de grond. Ja. En ik ga even gauw terugfietsen naar de studio. En dan gaan we nog even plaatjes draaien. Dag. Je doet het goed, ja. Het is een meisje. Uit een oude doos. Oei, de trappendaanboerie. 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 Kordaanenstap. Mami die loopt op de trap. Doe, 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 doe. Doe, 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 doe. Kijk, nu zijn ze aan het slapen. Bobby Lief is zelfs aan het gapen. Met zo'n blasje op de kaken zullen ze geen herrie maken. Klaap die kleine lieve apen. Slapen, 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 slapen.
dag kindertjes. Blijven jullie maar lekker slapen hoor. Dag. Haha, ze kunnen het wegmaffen. Nu is ze weg, nu is ze weg. Nu is mamaatje weer weg. Oei, de trappenzak boerie. 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 De trappenzak, trappenzak, trappenzak boerie. Wat zie ik daar? Wat zie ik daar? Oh, wat een pracht rammelaar. Zie je het aan, boy? Nu is het uit, nu is het uit. Wat is dat voor een geluid? Oh, papi is boos. Dan moet je weer even stil zijn. Haha, die gekke papi. Hij gaat naar beneden. Zo jongens, dan gaan we weer. Papi is weg, papi is weg. Papi is weg. Oei! Hoi Chantal, ik ben er weer. Kan jij mijn fiets even op slot zetten? Zo. Ja, goeiedag dames en heren. Dit is Jaap Cornuit. Ik was net even in het ziekenhuis. Ik ben inmiddels weer teruggefietst. Luc Larry is zojuist vader geworden van een dochter. Beschrijf mijn meisjes, Chantal. Nee, beschrijf mijn meisjes. Intussen heb u kunnen horen de oude doos met de trappenzakboogie van Jack Bulteman. En Jack Bulteman, nou, dat was, die was geboren in 1900 zoveel. Ja, ja. En hij was accordeonist en trompetist. Ja, ja. En weet ik veel, hij deed van alles nog wat, allemaal dingen. Ja, ja. Het is een meisje, het is een meisje. Zo, een glasje water. Dat was lekker. Zo, nou, en dan kennen we nu... Ga luisteren naar Alex Agnew. Het is een meisje, het is een meisje. Veel verandert in mijn leven sinds de laatste keer dat ik hier een DVD heb opgenomen. Het belangrijkste van allemaal was, ik ben papa geworden. Ja. Ja. Dank u. Dank u, een applaus omdat ik mijn Piet in mijn vrouw heb gestoken. Hè, mensen. Mensen zijn vrij snel onder de indruk. Hè. Oudere mensen in de zaal, hij heeft nog eens seks gehad. Wanneer is de laatste keer dat wij seks hadden, Roderick? Toen liep de Duits hier nog rond, hè, lieverd? En mijn kindje is een meisje geworden, een dochtertje. Amy heet ze. Ja, dat is een heel schattig klein IT'ke met van die grote oogstjes. Is nu 16 maanden oud, kan stappen. Ziet eruit als de koploper van een snelwandelwedstrijd. Stopt ook alleen wanneer haar kopje iets raakt. Hier is het gedaan. Hier stopt het ook. Zwaartekracht. En liters kwijl dat dat kind produceert. Waanzin, meestal glijdt hij gewoon voorbij zo. Wat was dat? Onze dochter. Het is een slak. Mijn god, ze gaat de muren op. Maar ik ben een hele fiere papa. Alles wat mijn dochter doet, vind ik fantastisch. Zelfs de kleinste dingen, als die in mijn hand schijt. Kijk, dat heeft mijn dochter gemaakt, kijk. Kon ik zelfs bellen bij de buren. Ruik, ruik. Kak van een Agnew. En ik was al trots op mijn dochter voordat ze geboren was. En dat is niet echt het geval bij de meeste mannen, heb ik mij laten vertellen. En wat ook een beetje logisch is, we hebben iets minder voeling met een kind tijdens de zwangerschap. Vrouwen wel, jullie hebben de lichamelijke connectie. Wij denken alleen, amai, dat wijf begint nou echt wel vet te worden. Ja, je hebt eerst die leuke tussenfase zo, dikke tetten, woehoe.
Maar daarna, Zeppelin. Hè? Dat kun je niet meer aan op de deur. Hè? Zo werp in godsnaam, wijf, werp! Dan kan ik nog eens terug met jou op straat. Hè? Maar ik was niet zoals de andere mannen, dames. Nee, ik was al wel trots op mijn dochter voordat ze uit een baak was. Die lag namelijk in staat, die lag omgekeerd. Die ging ermee een reet eerst uitkomen. Ik dacht direct, dat is mijn dochter. Een nieuwe Agnew meldt zich aan in de wereld. Heren, jongen! Trotse familietradities worden in ere gehouden. Mijn vriendin is omwille van die staatligging ook bevallen met een keizersnee. Dat was op zich ook wel niet zo'n slecht nieuws. Ja. Dank je wel. Ja, dan is dat kutje niet naar de kloten, hè, man. Ja, zo'n uitgeleurde vagina waar je peniskant nog wel raakt. Nee, zeg ik u. Seks wordt dan het equivalent van een zwanwester, een gangsmaat en zo. Je merkt er niks niet meer van. Lieverd, ik voel niks. Ja, dat zou goed kunnen, schat, want ik raak niks. Probeer eens iets anders. Wacht, met mijn kop erin. En voelen we nu iets, nu iets, nu iets. Hoorde ik nog aan de binnenkant van die baak iets meer naar rechts. Zelfs met een mijnwerkershelm met een lamp op heb ik die G-plek nog niet gevonden. Waar zit dat kutting trouwens? Volgens mij hebben vrouwen dat gewoon verzonnen om ons harder te laten werken in bed. Gemene teven! Maar de eerste keer dat je eigen kind ziet, dat is een magisch moment. Hè? Dat is ongelooflijk. De eerste keer toen ik mijn dochterke zag op de verlostafel, zo vol bloed en snot. Prachtig. Hè? De dokter naast mij, zo fier als een gieter met een emmer rauwe lever. Kijk, de moederkoek. Zullen we het ook aan de mama laten zien? Oh, ja. Oh, wacht, en zeg dat dat Amy is. Ze heeft jouw figuur, lieverd. Larikoek. Was je wakker? Hey, was je wakker? Ja, was je wakker? Was je wakker? Was je wakker? Was je wakker? Ja, nu ben je wakker, hè? Ja. Wat is er dan? Wat zie je rood? Moet je poepen? Moet je poepen? Ja, hè? En mama net gewassen, maar dat geeft niet, hè? Want mama houdt zoveel van je. Want mama houdt zoveel van je. Moet je spugen? Ja? En mama net gewassen, maar dat geeft niet, hè? Nee, want mama houdt zoveel van je. Want mama houdt zoveel van je. Moet je huilen? Moet je een half uur huilen? Oh, dat geeft niet, hè? Moet je 2 uur huilen? Oh, dat geeft niet, hè? Want mama houdt zoveel van je. Want mama houdt zoveel van. Moet je 2 weken huilen? Oh, dat geeft niet, hè? Want mama houdt zoveel van je. En waarom moet je huilen dan? Waarom moet je... Waar is papa? Waar is papa dan, hè? Waar is hij dan, hè? Papa is centjes aan het verdienen, hè? Ja, die is centjes aan het verdienen. Heeft hij het heel druk mee. Sinds je bent geboren, opeens veel drukker met centjes verdienen. Hij heeft het zelf zo druk, hij heeft een nieuwe stagiaire moeten aannemen. Ja, die is nu aan het inwerken. Ja. Maar dat geeft niet, hè. Want mama was vroeger ook stagiaire van papa, hè. Ja, maar mama had vroeger werk. Ja, had ze speciaal voor gestudeerd, voor werk. Jarenlang voor op school gezeten, voor werk. Maar toen kreeg ze jou, dus dat geeft niet, hè. Want mama houdt zoveel van je. Want mama houdt zoveel van je. Ging mama carrière maken? Ging ze jarenlang carrière maken? Ze moest nog 1 stapje en dan was ze precies op de positie waar ze al die jaren voor geknokt had. Maar toen kreeg ze jou, dus dat geeft niet, hè. Want mama houdt zoveel van je. Want mama houdt zoveel van je. En mama gaat wel weer werken. Tuurlijk gaat mama weer werken. Tuurlijk, als je wat ouder bent, gaat mama zij instromen. Ja, gaat ze zij instromen. Op een hele lage functie. Maar dat geeft niet, hè. Want mama houdt zoveel van je. Want mama houdt zoveel van je. En weet je wat mama gaat doen vanavond? Weet je wat ze gaat doen vanavond? Weet je wat ze gaat doen? Mama gaat weer eens uit. Ja, met de enige vriendin die mama nog heeft, hè. Maar dat geeft niet, hè. Want mama houdt zoveel van je.
moet mama best een beetje huilen. Maar dat geeft niet, hè? Want je houdt van mama, toch? Toch? Zeg eens dat je van mama houdt. Zeg het! Nou, ga maar lekker slapen, schatje. Ga ik een slaapliedje spelen op het slaapfluitje. Baby wakker. Ja, het is echt bijzonder om mee te maken eens een keer, hoor. En dat is zo echt een klein wonder. En hoe zo'n kind dan op zijn ouders kan lijken, hè? Ja. Oh, ja. Ja, dat was Klaas van der Eerde met Ben je wakker? En u heeft het al begrepen, het teken van deze uitzending is kinderen. En ja, dat komt omdat Luc Larrie, nou ja, u weet het al, hè? Die is net vader geworden van een dochter. En daarom draaien we allerlei stukjes die daarmee te maken hebben. En dus ook het volgende stukje, dat is van Herman van Veen. Dat is een liedje, dat heet Anne. Weer. Verkeer. Nieuws. Weer. En.
Nederlander. Nieuws, weer en verkeer. Goedendag dames en heren. Zojuist is uw eigen presentator Luc Larry vader geworden van een dochter. De bevalling vond plaats in het Sint-Franciscus ziekenhuis te Rotterdam en heeft met een tijd van 2 minuten 14 het record behaald van snelste bevalling aller tijden. Moeder en dochter maken het goed en Luc Larry is inmiddels bijgekomen van zijn bewusteloosheid. Vanwege de grote haast op weg naar het ziekenhuis heeft onze presentator Luc Larry diverse lantaarnpalen en verkeerslichten geraakt. Mocht u vandaag in Rotterdam moeten zijn, houdt u dan rekening met chaos op de weg. Dan nog het weer. Op 16 juni 1890 werd de Amerikaanse komiek Stan Laurel geboren. Hij stond bekend als linkerhelft van het duo De Dikke en De Dunne of Laurel en Hardy. Die dag hing er een dikke mist die gepaard ging met dunne bewolking. De verwachting voor komende week is hagelslag en beschuit met muisjes. Heb je niks om aan te trekken? Ben je veel afgevallen of juist veel naar de snackbar geweest? Modehuis Angelique heeft ook voor jou iets moois hangen. Een perfecte pasvorm is de kracht van onze collectie. Ons uitgebreide maatsysteem zorgt voor tevreden klanten uit de hele regio. En soms verder buiten. Heb je het figuur van een breinaald of een zeekoe? Bij Modehuis Angelique vind je dameskleding in alle maten. Kom gauw naar Modehuis Angelique. Krijg jij honger of gewoon lekker de trek? Is het eerder thuis niet te vreten? Kom dan naar exotische snackbar Bollegijs. Hier hebben wij alles van patat en kroketten tot gebraden giraf. Of we dachten van onze berenklauw met extra stukjes beer. Nu tijdelijk bij aankoop van 5 flamingo soufflés en 8 stokjes krokodillensaté. 10% korting bij Modehuis Angelique. Bollegijs, wie is er niet mee groot geworden? Zeven dagen per week, 24 uur per dag. Dit is Radio Sales Vlaanderen. Goedendag dames en heren, welkom bij het tweede deel van Larikoek. Luc is er niet, ik neem het even over. We gaan verder met een prachtig lied over de liefde van Katinka Polderman. Ik ben nou de enige die niet staat vanavond en daar ben ik trots op. Dus ja, en bovendien ben ik er gewoon te lui voor. Dus, Liefdeslied. Lief, ik hoef geen kaasje, geen kaasje, geen diner. Geen zwoele liefdesbrieven, geen hotelletje aan zee. De vuilniszakken heb je ook voor niets buiten gezet. Ik hoef geen voetmassage, geen bonbons en geen boeket. Geen gotter bij het haardvuur en zelfs geen chablis. Jou te mogen pijpen is mijn puurste vorm van poëzie. Je schaamhaar geurt naar alpenwijze ringen en naar lelies. Het zweet dat parelt op je zak, dat smaakt exact als Baileys. En wist je dat er voor een vrouw niets heerlijkers bestaat dan die goddelijke smaak van vers en lauw warm zaad. Het smaakt naar appelvlak met slagroom, wat je in me spuit. Naar mango bavarwa en naar schepijs met vers fruit. Aardbei, kiwi, perzik en een vleugje karamel. En van die roze koeken, nou je snapt dat lust ik wel. Piep, 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 haal hem uit je broek. Daar wil ik best voor zuigen, goed genutst en blij van zin. En als ik het niet op kan, nou dan vries ik het toch in. Zomers is dat toch zo heerlijk, een glaasje ijskoud zaad. Met rietjes en een kerstje, omdat dat zo vrolijk staat. Ik poets er ook mijn zilver mee, koper en parket. En pas had ik wat zaad, een dagje in de zon gezet. Nou, dan krijg je dus croutons, heerlijk knapperig door de sla. En met een beetje suiker kan het als muesli door de vla. Piep, 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 haal hem uit je broek. Dus liefje, doe die kaarsjes uit en doe je broek omlaag en vertel me tja tja tja, wat eten we vandaag. Ja,
Ja, dat was Katinka Polderman met een prachtig liedje over de liefde. Echt romantisch. Dan nu Hans Teeuwe. En Hans Teeuwe gaat ons even vertellen hoe je het beste een kind kan opvoeden. En dat kan het beste door gewoon eerlijk te zijn tegen die kinderen. Hè? Dat is wel leuk, want als het Vaderdag is en ze komen met de tekening, dan weet je tenminste hoe je moet reageren. Hans Teeuwe. Ah, weet je. Als je maar eerlijk bent, dat is het belangrijke. Als je eerlijk bent, recht door zee, nergens doekjes om binden, maar ja! Ja, kan niet altijd, hè. Nee. Helaas, 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 helaas. Soms moet je gewoon, rekening houden. Maar als kan, vind ik, moet je eerlijk zijn. Moet je gewoon huppakee zeggen wat je denkt. Maar ja, dat is soms een beetje moeilijk, hè. Laatst bijvoorbeeld, was ik bij vrienden van mij, een jongen en een meisje, en die hadden net een kind gehad. En die moeder laat mij heel trots dat kind zien. En ik zie dat kind. Nou man, ik schrok me kapot. Nee, echt, maar een hondslelijk kind. Weet je wel? Hondslelijk. Ja, tuurlijk. Op zulke momenten, snap ik ook heel goed, moet je gewoon zeggen wat je denkt. Heb ik ook gedaan, hè. Dus die moeder staat zo bij die wieg zo. Nou Hans, tadaa. En ik kijk. Gadverdamme. Modder gedroogd. Die lijkt wel 80. Een soort gesmolten E.T. Schaam jij je niet kapot? Ik bedoel, jij bent ook niet mooi, maar dit is toch werkelijk dat je zegt... Gadver... Het is maar goed dat moederliefde blind is, anders had hij bij het grof vuil gelegen, hoor. Gadverdamme. Baba. Nou, je zult zien dat mensen je daarom respecteren. Want ze weten wat ze aan je hebben. Maar dat softe gedoe, man. Zo is iedereen is zo... Dat is het grote probleem. Hoe mensen kinderen opvoeden bijvoorbeeld. Veel te soft, man. Veel te soft. Die kinderen, die zijn straks weerloos, ten dode opgeschreven. Die kinderen kunnen zich niet handhaven in een keiharde wereld. Weet je wel, ik zou een goede vader zijn. Weet je zeker, zo'n hele goede vader. Komt mijn zoontje bij mij. Papa. Papa, ik heb een tekening voor je gemaakt. Ik sta uit het raam te kijken, man. Wat tekening? Wat is het? Laat zien. Wat is dit voor shit? Hey, loser, wat is dit? Hier, dit, wat is dit? Kijk dan. Wat zijn dit? Wat zijn handen? Dit zijn handen. Dit zijn harken. Ja, en is de zon, neem ik aan, ja? Waarom lacht die? De zon is een bal met lava. Lava lacht niet, lul. Jongen, jongen, jongen. Ben ik dat? Ben ik dat? Oh ja, papa is net zo groot als het huis. Heerlijk. Och, kijk, en mama is kaal. Is niet leuk, hè? Mama ziekte belachelijk maken. Zal ik jou eens wat vertellen? Ik denk dat mama ziek geworden is door jouw tekening. Ja! Jij hebt geen gevoel. Jij bent een sadist. Ik zou je zeggen, papa en mama wilden helemaal geen kinderen. En toen kwam jij en alles ging mis. Ga maar naar je kamer. Maak er nog maar één. Nou. Dit kind redt zich, want het is weerbaar, snap je? Dat is heel belangrijk. Maar je moet die kinderen niet zo serieus... Dat gezeik van die kinderen ook, man. Kijk, papa, zonder handen. Ja, man, zo'n driewieler flikkert toch op, man. Larry Cook. Ja, hartstikke leuk dat je luistert. Dit is Radio Larry Cook en wij willen heel graag weten wat je van het programma vindt. Dus laat even een berichtje achter op onze Facebookpagina. Dat is facebook.com/Radio Larry Cook. En dat vinden we altijd hartstikke leuk. Dat er net was Hans Teeuwe en dan nu Urbanus, want die hebben ook eens een keer een kind gekregen. Thank you.
zat je dat dochtertje van mij. Zonnetje woont in je gezichtje en in je hartje woont de maan. Je brengt me elke ochtend een gedichtje. Je voetjes lopen nooit ver van mij vandaan. Al van heel vroeg toen mama je nog in haar buikje droeg. Al van heel vroeg toen mama je nog in haar buikje droeg. Was ik je al aan het knuffelen onder de sprei. De warmte geven, zelfs als ik van kou bevriezen zou. En is er een leven na dit leven, dan hou ik daar nog meer van jou. Ach, lieve neer, als ik ooit kom te mankeren. Ach, lieve neer, als ik ooit kom te mankeren. Zorg jij dan voor dat dochtertje van mij. Lisa. De gast van deze week is de woordvoerder van IKEA Nederland. U hebt het een paar weken geleden al kunnen horen in het nieuws. Dat de ouders vergeten hun kinderen mee te nemen naar het winkelen bij IKEA. En toen heb IKEA de mensen opgeroepen om hun kinderen te komen halen. En ik heb hier in de studio de woordvoerder van IKEA Nederland om daar eens even over te praten. Goeiedag. Hey daar. Van harte welkom. Uw naam is Björn Sundvik. Spreek ik dat zo goed uit? Björn Sundvik. 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 Björn Sundvik. Soepkip. Sundvik. Soep. Mag ik Björn zeggen? Ja, mag ik Björn zeggen. Nou, van harte welkom. Dankjewel. Ja, en de oproep om de kinderen weer te komen ophalen was 2 weken geleden alweer. Ja. Er was een ultimatum aangesteld van 2 weken. Dus dat is nou inmiddels verlopen. Verlopen. Kan je misschien even vertellen aan de mensen hoe het er nu voor staat? Ja, wij hebben nu 360 kinderen nog bij alle IKEA's. Ja. En dat is 40 meer dan 2 weken geleden. Oh ja, joh. En na de oproep is ook geen enkele ouder langs geweest om het kind te komen ophalen. Zo. En dat is voor ons een groot probleem, want wij moeten extra personeel inzetten om de kinderen te laten slapen. Ja. Maar dat niet alleen. Ze houden de draaideuren ook de hele dag bezet. Ja. En ze maken verpakkingen open, zetten dan de kasten in elkaar. Oh. En maken ook schroefjes kwijt. Echt waar? En in het restaurant eten ze alle Zweedse gehaktballetjes op. Ja. En ja, ga zo maar door. Zo. Daarom hebben wij besloten om nu over te gaan tot het aanbieden van de kinderen ter adoptie. Oh ja, adoptie. En wat moet dat dan gaan kosten, hè? Ja, dat kost €299,95 per kind ja. onder de 5 jaar. Oh ja.
boven de 5 jaar komt er 49 euro per jaar bij. Oh ja. Ja. Nou, ik ben wel benieuwd wat je allemaal in de aanbieding hebt. Kunnen we even kijken? Ja, ik heb een paar kinderen meegebracht. Dus ik kan even een paar laten zien. Hier hebben wij bijvoorbeeld Benno. Oh, ja. En Benno is een jongetje van 4 jaar. Ja. En Benno is heel lief. Ja. Hij slaapt veel. Oh. En hij houdt van voetbal. Echt waar, joh? Ja. En dan hebben wij hier Billy. Ja. En Billy is een jongetje van alweer 7 jaar oud. Oh ja. Hij gaat naar de lagere school, denken we. Zo. En hij kan al een heel klein beetje rekenen. Zo, hé. Ja, dan hebben we nog Tundra. Ja. Tundra is van Zweedse makelij. Oh ja, joh. Die is vergeten door haar ouders toen die hier op vakantie waren. Echt waar, joh? Dus bij voorkeur zoeken wij ook Zweedse ouders die willen adopteren. Ja. Of anders haar Nederlands kunnen leren. Oh ja. Nou, oké. Ja. Maar als er nou iets niet goed mee is, wat dan? Ja, nee hoor, je kunt gewoon je kind komen ruilen als het niet goed is. Ja, ja. Neem dan wel de originele verpakking mee, hè. Ja. Want de retourvoorwaarden zijn conform het beleid van IKEA. Oh ja, en heb je nog iets speciaals voor de komende week? Ja, we hebben een speciale aanbieding. Dat is de komende week 3 halen, 2 betalen. Nou, Björn, hartstikke bedankt. Ja. En veel succes met het verkopen van de kinderen. Ja hoor, dank u wel. Zag 2 beren broodjes smeren, oh wat was een wonder. Het was een wonder boven wonder, dat die beren smeren konden. Hi, 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 ha, 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 stond erbij en ik keek ernaar. Zag 2 koeien een bootje roeien, oh wat was een wonder. Het was een wonder boven wonder. Je roeien konden, hi, 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 ha, ha, ha. Stond erbij en ik keek ernaar. Zag 2 wolven samen golven, oh het was een wonder. Weet je wat het nou gewoon is? Kijk, zo'n kind, dat is hartstikke leuk, echt waar. Daar wil ik helemaal geen kwaad woord over horen. Ik heb echt het liefste jongetje van de hele wereld. Echt blond, blauwe ogen, echt een schatje, nooit huilen. Ik heb echt, alleen als hij bijvoorbeeld op zijn kop van de trap naar beneden stuitert, weet je wel, dat soort, dat je denkt, nou begrijp ik wel dat je moet huilen. Maar echt een leuk, een lief jongen. Ik heb echt veel plezier in het ventje. Maar ja, dat wist ik dus ook niet van tevoren. Dat vertelt ook niemand je. Maar je komt dus helemaal nergens meer toe met zo'n kind. Je komt echt helemaal nergens meer toe. Ik heb in mijn huis een werkkamer, zoals het hoort, met een piano, een typemachine en een rijmwoordenboek. Nou, ik kom er niet meer. Ik weet niet eens meer waar die kamer is, echt waar niet. Ergens bij de trap linksaf, geloof ik. Ik weet het niet. Ik ben er gewoon in geen 100 jaar meer geweest. Je komt er gewoon niet meer. Kijk, bijvoorbeeld vroeger. Als je de deur uit wou, nou ja, je pakt je jas, je sleutels, je fiets, je bent weg. Een minuut nadat je besloten hebt dat je weg wilt, ben je al aan het eind van de straat. Nou, tegenwoordig, voordat je met zo'n kind de deur uit bent, nou, je bent een halve dag verder. Doe je niks geks? Nee, doe je niks geks. Maar bijvoorbeeld, nou ja, bijvoorbeeld douchen. Daar begint het al mee. Sorry, ik doe het zelf nu ook, maar ja. Maar douchen. Nee, dat was vroeger 5 minuten. 6 minuten hoogstens als je je deodorant was vergeten, dat je nog een keer naar boven moest. Nou, tegenwoordig, je bent een half uur, 3 kwartier verder. Ik bedoel, eerst moet hij verschoond, stront eraf, water, zwit, zal, schone luiers. Nou ja, hij is weer een beetje fris. Je gaat zelf even snel onder de douche. Je staat je haren in te zeepen met shampoo. En net als je helemaal ingezeept staat met je ogen dicht, hoor je een enorme klap uit de slaapkamer komen. En keihard blaren erachteraan. Loopt altijd op dit soort momenten. Dus jij in paniek eruit, weet je wel. En zoeken, weet je. Je ziet ook niks. Je trapt op een handje al, per ongeluk, weet je wel. Want je ziet niks. En dan ligt hij onder een la. Heeft hij een la uit de ladekast zo, bang, over zich heen getrokken, weet je. Zo'n stoelbrand in zijn hoofd, weet je. Helemaal nou, huilen, bloed, sokken, nat allemaal. Nou, jij afdrogen, aankleden. Ben je overal je zeep vergeten tussenuit te halen. Dus weer alles uit, afspoelen en weer aandoen. En je zweet helemaal. Je krijgt die plakkleren ook niet meer aan. Nou, je bent gewoon een half uur, 3 kwartier bezig met gewoon even ontbijten of douchen. Dat doe je niks geks. Nou, inderdaad, ontbijten. Dat is ook zoiets. Dat was vroeger, nou ja, boterham met kaaskop thee was weg. Nou, tegenwoordig, voordat hij überhaupt al die vitamine, mineralen, fluit, prakjes, bananen, liga's binnen heeft, ben je al een half uur aan het voeren en terug aan het duwen met dat lepeltje en deppen. En dan gaat er weer een beker melk overheen en dan moet hij weer schone kleren aan. En dan, nou ja, je propt zelf even wat naar binnen, boterham en kaaskop thee. Je bent aan het opruimen in de keuken en dan heeft hij in de kamer een glas wijn gevonden, wat er nog stond van gisteravond, weet je, rode wijn. En dat heeft hij dan in zijn haar gesmeerd, zo weet je wel. Mama, kijk, haren wassen, weet ik van hoe die daar aankomt. Ja, want zo gek doe ik niet als ik aangeschoten ben. Nee. Nou ja, er moet dan zout in, weet je wel, anders dan krijg je, ja. Dat hoor je dan, want
anders kijk je het er nooit meer uit. Heb je voor eeuwig een roodharig jongetje, hè? Je bent gewoon een half uur, drie kwartier bezig met ontbijten. Of bijvoorbeeld, ik bedoel, zo'n beer. Dan valt zijn beer weer in de wc tussendoor, weet je. Mama, beer moest poepen. Nou, dat heeft hij net zelf ook gedaan. Hij is zindelijk aan het worden. Dus die hele beer zit onder de stront. Vooral ook omdat hij zelf heeft geprobeerd om het eraf te krijgen, weet je wel zo. Nou, eerst hij dan weer helemaal verschonen, weet je, in bad. En dan die beer. En dat is een lievelingsbeer. Dus je denkt, ik hang hem even snel buiten te drogen aan de lijn. Dat mag niet, want het doet zeer aan de oren van de beer. Dan denk je, nou, dan zet ik hem wel even op de verwarming. Maar dat mag helemaal niet. Het doet zeer aan de billen van de beer. Nou, voordat die beer onder de pan is, in een handdoek gewikkeld op een stoel bij de kachel in de keuken met een pleister op zijn oor. Nou, je bent, ja, doe je niks geks, maar dan ben je wel weer een half uur à drie kwartier verder, weet je wel. Ja, even kijken hoor. Dat is dan 2 van 4 en 1 van 6. Dus dat is 3 keer 299,95 plus 49 euro. Dat is dan 948,85 euro. Ja. En wanneer kan ik ze dan komen halen? Oh ja, nee, dat is goed hoor. Ja, prima. Kom ik na de uitzending wel even langs. Oh. Dag dames en heren. Dat was Brigitte Kaandorp met het prachtig stukje over hoe fijn het is om een kind te hebben. En het volgende stukje gaat natuurlijk ook over kinderen. Want dat blijft nou eenmaal het thema. Maar dat stukje is dan weer van Sylvester Zwaneveld. U weet wel, de linkerhelft van het duo Arie en Sylvester, maar dan zonder Arie. Je wordt er moe van, hè? Ik stop al mijn tijd en energie stop ik in mijn kinderen. Dat is volgens mij de reden dat ze zo druk zijn. Weet je wat ik gek vind? Iedereen die zelf kinderen heeft, die weet de eerste 4 jaar met een kind is gewoon zwaar. Dat weet iedereen. Eerste 4 jaar, nou het is zelfs wetenschappelijk aangetoond. Eerste 4 jaar met een kind, je energielevel gaat naar beneden. Je relatie kan de koelkast in. Je werk komt onder druk te staan. Je afweerstoffen gaan naar beneden. Maar het gekke is, iedereen die je tegenkomt en ziet dat jij een kindje gaat krijgen, die feliciteert je. Ja, kom op, je zou toch gewaarschuwd moeten worden. Je gaat 4 jaar kutheid tegen me drie. Oh, gefeliciteerd, geniet ervan, hè. Het is toch hetzelfde als iemand in een rolstoel tegenkomen en zegt, oh, ga je lekker zitten. Oh, nou, geniet er maar van, hè. Lekker zitten. Ja, oh, dat zou ik ook wel willen, lekker zitten. Ja, dit is toch asociaal? Ik vind, je moet gewaarschuwd worden. Weet je wat? Ik waarschuw jullie. Ik ben toch ervaringsdeskundige. Mocht je ooit kinderen willen, mocht er misschien een kindje op komst zijn. Mocht er misschien een kindje voor langere tijd bij jou in de buurt moeten bivakeren. Tip van mij. Heg niet aan je spullen. Ik hou van films kijken. Vind ik lekker film kijken. Ik hou van lekker, hè, film kijken. Echte films, hè, mannenfilms. Echte films. Tieten, schieten en van actie genieten. Dat vind ik lekker, hè. Hou ik van. Dus ik heb thuis zo'n groot plasmascherm opgehangen. Zo'n 4 miljard inch plasmascherm. 8000 euro heb ik voor betaald. Ik heb dat ding al 5 jaar in huis. 5 jaar in huis. Ik heb nog nooit één film op dat ding gekeken. Het enige wat dat ding verschijnt is Boomba, Huis Anubis en Desperate Fucking Housewives. En ik zit elke avond op de werkkamer op zo'n klein kutscheepje naar Lord of the Rings te kijken. Nou, ik weet niet of je Lord of the Rings wel eens hebt gekeken op zo'n klein kutscheepje, maar dat slaat nergens op. Soms op zo'n scherpje kan je namelijk niet zien of Gollum eruit ziet als een lekker wijf. Of als Sven Kokkelman. Dat zie je niet. Sta me godverdomme weer af te trekken op Sven Kokkelman. En die kinderen die eisen veel van je. Die kinderen die doen een beroep op je. Maar die scholen, dat is helemaal belachelijk. Wat die scholen wel niet van die ouders willen. Ik heb voor een gein, heb ik eens een schrijver van school meegenomen. Nou, iedereen die zelf kinderen heeft, die herkent het uit duizenden. En dan krijg je als ouders een brief van school. En dan doen ze van die leuke gekleurde tekeningen erbij. Ik ben 40! Wat denken ze nou? Dat ik geleden op inkleuren of zo? Zijn ze helemaal gek geworden? Beste ouders, we hebben dringend hulp nodig en doen een beroep op u, bla 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 bla. En dan gaan ze hoor. Meelopen naar zwemles, meerijden op schoolhuisjes, tussenschoolse opvang, klaslunch, schoolplein vegen, speelgoed schoonmaken, computerhulp, organisatie jufferverjaardag, hapjes voor het kerstontbijt op school, koken voor de klaslunch en we zoeken nog luizenmoeders en nog een hoofdluis. Vriendelijke groet het schoolbestuur. Nou, ik heb het schoolbestuur maar eens even gebeld. Zeg, wat is dit voor onzin, man? Ik heb er een dagtaak bij. Dat is toch een dagtaak? Wat is dat voor onzin? Dat is een dagtaak. Weet je wat ze zeggen? Ja, meneer. U heeft kinderen bij ons op school. Dan mogen we best wat van u verwachten. Dat zou in elke andere branche dan het toch belachelijk zijn. Stijn en Hennis en Maurits. Dat is 24,95. Mom, om 7 uur even de wc schoonmaken. Zegt de klerenbende, hè? Wat? Ja, u bent nu klant hier. Dan mogen we best wat van u verwachten.
Weet je wat ook kut is aan kinderen? Echt kut, hè? Niet vagina, kut! Ouderavond. Ouderavond, dan moet je s'avonds naar school. Nou, ik vind s'avonds naar school hetzelfde als poep in bad. Het kan wel, maar het slaat nergens op. Hallo, met Jabi. Hey, Luc. Hoe is het daar in het ziekenhuis? Waar de baby is? Chantal, kijk even bij mijn fiets. Zit ze in mijn fietstas? Oh, ja. Luc, ze is hier, hoor. Ja, ik had er even meegenomen, denk ik. Sorry. Nou, weet je, ik ga eerst even een plaatje draaien en dan kom ik hem wel even brengen. Ja? Nee hoor, dat is helemaal geen probleem. Dat zijn we. Oké, Luc, dag. Dag dames en heren. Dan is het nou tijd voor een plaatje van Harry Jekkes. Voor de rest heb ik een hele, hele erg leuke jeugd gehad. En dat komt natuurlijk door je vader en moeder. En mijn vader en moeder, ja, die herinner ik me altijd. Zo zitten ze in mijn geheugen als twee grondtonen. Twee veilige grondtonen waarop ik weer muziek kan maken. Dat vind ik een mooi beeld. Die grondtonen zitten in mijn geheugen. Ik heb dat geheugen bij me, omdat ik dat orgeltje bij me heb. Kan ik u eens laten horen hoe mijn vader en moeder muzikaal qua grondtoon klinken? Ik zal u eerst mijn moeder laten horen. Dit is mijn moeder, moet je opletten. Dit is mijn moeder. En dan komt zo mijn vader. Dan zou je hem hebben. En dan ga ik er tussendoor zitten kloten, hè? Ik lig in mijn bed, het is 7:30. Ik slaap nog niet omdat ik op mijn vader wacht. Mijn ogen vallen bijna dicht. Ik hoor vanuit mijn bed hoe mijn moeder in de keuken koffie zet. Ik vecht tegen de slaap, ik heb vandaag al veel gedaan. Amerika ontdekt en ik heb daarna als Indiaan wel 25 cowboys op de vlucht laten slaan. Op school niks gedaan, alleen maar op de gang gestaan. En dan opeens, dan hoor ik vanuit mijn warme bed hoe mijn vader zijn brommer in de kelder wegzet. Zijn voetstap op de trap, het voeten vegen op de mat. En dan de sleutel in het sleutelgat. Papa, kom je nog even? Papa, want ik slaap nog niet. Papa, luister nog even. Papa, hey, vergeet me niet. Leren jas, die checklucht. Vreemd is dat toch, 35 jaar geleden. Maar ik ruik het nog. Vreemd dat je kunt kiezen voor alles wat je wil. Je kunt kiezen voor een kind door te stoppen met een pil. Je kunt kiezen voor succes, kiezen voor de goot. Kiezen om er niet te zijn, kiezen voor de dood. Maar kiezen kun je nooit voor die ene man en vrouw. Dat maakt ze zo bijzonder. Die kozen voor jou, die leren jas, die checklucht. Vreemd is dat toch, 35 jaar geleden. Maar ik ruik het nog, die leren jas, die checklucht. Vreemd is dat toch, 35 jaar geleden. Maar ik ruik het nog. Wat groot leek mijn vader toen, in die leren jas. Vreemd dat ik nu al net zo oud ben als mijn vader toen was. Maar ik denk nog vaak, papa, kom je nog even? Zo, dames en heren. Ja, dat was het weer voor deze week. Ik ben Jaap Kornuit. De volgende keer is Luc er waarschijnlijk weer gewoon. En ik vond het zelf eigenlijk wel goed gaan. Als je nou even Luc wil feliciteren met zijn dochter, doe dat dan even via Facebook. Radio Larikoek, je weet het wel. En dan ga ik nou even gauw naar het ziekenhuis. Ik ga nog even een baby bezorgen. voor de rest van de dag, doe er iets leuks mee. En tot kijken. Dag! Nou, dan gaan we weer even naar je vader. Naar de kant, mensen. Komt de baby door.